Het gaat om het moment waarop techniek en vertrouwen elkaar ontmoeten. Dat moment beleef je. Je voelt het. Je ziet het. Je merkt het. Bouwen aan een toekomst waar we allemaal op kunnen vertrouwen. Met high-tech prestaties van wereldniveau. En dat doen we al 100 jaar. Wij zijn Thales. Wereldwijd heeft Thales verschillende cybersecurity centers, waar onze security helden strijden tegen cyberaanvallen. Ook kritische productiesystemen en kritische infrastructuur, zoals ziekenhuizen, bruggen en sluizen, chemische fabrieken, energienetwerken, zijn gedigitaliseerd en daarmee kwetsbaar geworden voor aanvallen van buitenaf. Met allerlei beveiligingsmaatregelen kun je hopen dat soort aanvallers te kunnen vertragen, maar je moet ook in staat zijn ze te zien en te detecteren. En zeker de meest geavanceerde aanvallen die komen er binnen. En dat doen we hier in ons Security Operating Center. Hier houden we dit soort operationele systemen in de gaten. Gaan we proberen 24/7 aanvallen zo vroeg mogelijk te detecteren om vervolgens effectief te reageren. En niet alleen om de schade te beperken of te voorkomen, maar ook vervolgens te herstellen naar een hoger niveau van cyberweerbaarheid. En zo bouwen wij ook aan een digitale toekomst die we kunnen vertrouwen. Om altijd voorop te lopen met dit soort technologieën, werken we op allerlei vlakken samen met kennisinstellingen en universiteiten in Nederland. Thales Nederland staat in de top 10 van bedrijven die investeren in onderzoek en technologieontwikkeling. Thales en de Universiteit Twente zijn ontzettend belangrijke strategische samenwerkingspartners voor elkaar. Al sinds de ontstaansgeschiedenis van de Universiteit Twente vinden onze alumni bij Thales interessante en uitdagende banen in tal van disciplines. Maar ook op het gebied van onderzoek werken we samen. Zo doen we uitdagend onderzoek naar bijvoorbeeld cybersecurity. Of, zoals hier in het BMS-lab, naar het meten aan de mens, mentale toestanden en stress op de werkvloer. We hopen dat we dat samen ook de komende 100 jaar kunnen blijven doen.